Zij kwamen in de buurt van Bet van Gee. Dat is een dorp op de helling van de Olijfberg, niet ver van Jeruzalem. Jezus stuurde er twee van zijn leerlingen heen en zei: als jullie het dorp binnenkomen, zie je een ezelin en haar veulen vastgebonden staan. Maak die los en breng ze hier. Als iemand vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: de Heere heeft ze nodig en zal ze zo vlug mogelijk laten terugbrengen. Dit klopt met wat de profeet Zacharia had gezegd. Zeg tegen Jeruzalem: kijk, uw koning komt naar u toe. Hij is liefdevol en rijdt op een ezelsveulen. De twee leerlingen deden wat Jezus had gezegd en brachten de dieren bij hem. Zij legden hun mantel over de rug van het veulen, zodat hij erop kon zitten. Van de mensen die bij Jezus waren, spreidden velen hun mantels voor hem uit op de weg. Anderen rukten takken van de bomen en legden die voor hem neer. Jezus reed midden tussen een zee van mensen die riepen: Hosanna! Eer voor de Zoon van David! Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heere. Prijs Hem tot in de hoogste hemelen. Zo reed Hij Jeruzalem binnen. De hele stad was in rep en roer. Wie is dit toch? Werd er gevraagd. De mensen die met Jezus waren meegekomen antwoordden: dit is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging naar de tempel. En joeg de handelaars en hun klanten eruit. De tafels van de geldwisselaars en de kraampjes van de duivenhandelaars gooide hij omver. Er is geschreven dat Gods huis een huis van gebed moet zijn. Maar wat hebt u ervan gemaakt? Een rovershol, zei hij. Er kwamen allemaal blinde en lamme mensen naar hem toe en hij genas hen. De leidende priesters en de bijbelgeleerden zagen deze geweldige wonderen en hoorden hoe zelfs kinderen in de tempel riepen: God zegene de Zoon van David. Zij werden kwaad. Hoort u niet wat zij zeggen? Vroegen zij aan Jezus. Jawel, was hun antwoord. Maar hebt u nooit in de psalmen gelezen: zelfs kinderen en baby's zullen hem prijzen? Hij liet hen staan en ging terug naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht. De volgende morgen ging hij weer naar Jeruzalem. Onderweg kreeg hij honger. Hij zag een vijgenboom langs de weg staan en liep erheen. Maar er zaten geen vijgen aan, alleen maar bladeren. U zult nooit meer vruchten dragen, zei hij tegen de boom. Meteen begon de vijgenboom te verdorren. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd: hoe kan de vijgenboom zo vlug verdorren? Jezus antwoordde: luister, wie geloof heeft en niet twijfelt, kan dit soort dingen ook doen. En nog veel meer. Dan kan men zelfs tegen deze berg zeggen: ga hier vandaan en val in de zee. En hij zal het doen. Wie geloof heeft, krijgt alles waar hij in het gebed om vraagt.